Ja, lieve mensen, daar zijn we weer. Livius Aburbe Condita, boek 1, paragraaf 15, alinea 6 en 7. Hier staat regel 208 tot 211 bij ons. En we lezen nu over Romulus zijn daden. En uiteindelijk ook over zijn dood en apotheose enzovoort, hoe die in de hemel is gegaan. Maar dat strakjes. Een soort samenvatting komt nu van eigenlijk zijn regeerperiode. We hebben een heel stuk overgeslagen. Hè. We waren eerst bij paragraaf 12, dan nu paragraaf 15. Dus eigenlijk heeft hij in drie paragrafen een beetje de hele regeerperiode verteld. Want het vorige stukje was eigenlijk bijna net na de Sabijnse maagd erover. Dus alles wat daarna gebeurde, die 30 jaar of zo, dat heeft hij een beetje overgeslagen. Wat lezen we? Haec ferme Romulus regnante domi militiaeque gesta. Dan nog een heel lang stuk daarna, maar even dit begin als eerste. Deze dingen, haec is onzijdig meervoud van hic, hè, die zelfstandig gebruikt. Deze dingen, ferme, ongeveer. Dus laten we zeggen ongeveer deze dingen, dus ongeveer dit, hè, wat ik net verteld heb dus. Gesta sunt. En gerere komt het vandaan. Gesta is een ppp van gerere. Betekent eigenlijk dragen natuurlijk, maar bij. Hoe zeg je dat? Bij gebeurtenissen enzovoort betekent het ook vaak uitvoeren of doen. Je hebt bijvoorbeeld uitdrukking rem gerere. Hè, dus letterlijk de zaken dragen. Betekent eigenlijk gewoon oorlog voeren. Dus. Deze dingen ongeveer zijn. Gedaan. Of zo, hè, gebeurd, of iets dergelijks. Domi militiaeque, dat is een uitdrukking, betekent in oorlog en in vrede. Eigenlijk is domi, betekent natuurlijk thuis. Een soort locativus noem je het, een naamval van plaats, van domus, dus dat is in huis, dus thuis. Militia is dezelfde soort naamval, een locativus, eigenlijk heeft het de vorm van een genitivus, een soort van. Maar dat betekent in de militaire dienst, in krijgsdienst. Dus thuis en in krijgsdienst, oftewel in oorlog, dat is dus dat militiae en domi en in vrede. Ik zou zeggen in vrede en oorlog. Dat is een beetje een metonymische uitdrukking, want thuis is natuurlijk niet hetzelfde als vrede en militia is oorlog, krijgsdienst niet hetzelfde als oorlog, maar het is wel, het heeft er wel mee te maken, dus dat noem je metonymie. En dan hebben we nog over Romulus regnans, dus hier mooi van die vierkante haken hier, en dat is dus een ablatieve absolutus. Het is een PPA, dus geen meer terwijl. Dan maak je hier onderwerp van. Terwijl Romulus en dan regnare, koning zijn. Is iets anders dan regeren, regeren. Het is echt van regnum, koninkrijk, van rex, koning. Dus koning zijn. Terwijl Romulus koning was. En dan hebben we dan nog gezoend, is weggelaten hier. Dat gebeurt heel vaak natuurlijk, dat is een ellips. En dan, oké. Haec quorum nihil absolum fidei divinae origines divinitatisque postmortem creditae fuit. Quorum, geen die is meer van qui, dus letterlijk van wat of van welke dingen, oftewel waarvan, zo zeggen wij het altijd gewoon. Dus deze dingen ongeveer zijn gedaan, blablabla, waarvan niets absonum fuit. Absonum betekent dus niet overeenstemmend met, we krijgen een soort van dubbele ontkenning hier, hè. Niets niet overeenstemmend met. Je kunt het misschien beter in het Nederlands van maken door dat even weg te gaan. Want het Latijn voelt tot helemaal niet zo ontkennerig. Absolum, ja, dat is wel een soort van afbeelding van weg. Sonus van geluid. Het geluid past niet bij elkaar of zo. Het niet passend bij elkaar. Dus het niet, niet in overeenstemming met. Maar je kunt ook zeggen botsend met of zo. Hè? Of in strijd met, voor mijn part. Dus waarvan niets in strijd was. Met wat dan? Nou, er staat een dativus bij, altijd. Fidei van fides, is van de vijfde declinatie, vijfde verbuigingsgroep. Betekent trouw of vertrouwen of geloof. En waar je dan in gelooft, of waar je vertrouwen hebt, dat in de genitivus. Dat is hier divinae originis. Divinae kan ook een dativus zijn natuurlijk, en dan zou het hierbij horen. In het goddelijke geloof of zo, maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. Bedoeld wordt is het geloof in de goddelijke origo, de oorsprong. Weet je nog waar? Ja, dus de geboorte van Romulus en ook Remus, is natuurlijk de vader, is Mars. Dus dat is zijn goddelijke oorsprong, zijn goddelijke achtergrond. Dus waarvan niets in strijd was met de, het geloof of het vertrouwen in de goddelijke achtergrond, in zijn goddelijke achtergrond, hè, van Romulus dus. Que. Daarvoor. En divinitatis, genitivus van divinitas,
Dus dat is goddelijkheid. Divinus is goddelijk, divinitas is goddelijkheid. Altijd met tas is altijd heid. Hè? En dat is hier dan in het genitief gezet. Dus dat betekent dat het ook afhankelijk is van fidei. Het was originis en divinae. Dus het geloof in zijn goddelijke oorsprong en in zijn goddelijkheid. Ja, en dan hoort er nog bij post mortem creditae. Creditae is in PPP van credere. Betekent dan weer geloven in of vertrouwen hebben in of zo. Hè? Dus hier is in PPP geloofd. Voltooid deelwoord gewoon. Post mortem, na de dood. Dus de goddelijkheid. Ja, dus de na de dood geloofde goddelijkheid. De na de dood vermeende goddelijkheid. De na de dood eventueel toegekende goddelijkheid. Of de goddelijkheid die na zijn dood geloofd werd. Of waarin na zijn dood geloofd werd. Mooi in Nederland. Nederlands of iets dergelijks. Niet met dat gaan werken is hierbij voeglijk bedoeld. Waarin na zijn dood geloofd werd. Dat is ook zo doe ik het eventjes. Dus waarvan niets in strijd was met het vertrouwen in zijn goddelijke oorsprong en met zijn goddelijkheid waarin na zijn dood geloofd werd. Nou, ingewikkeld stukje. Dus alles wat er gebeurd was, paste eigenlijk bij zijn goddelijke oorsprong en na zijn dood toegekende goddelijkheid. Dus dat hij heeft een goddelijke air over zich en alles wat hij doet past daarbij. Nou, heb ik natuurlijk iets met de stijl hier nog wel iets over te zeggen, uiteraard. Ten eerste, nihil absolutum. Voelt inderdaad een soort van als een dubbele ontkenning. In het Latijn ietsjes minder, maar wel een beetje. Dus zou je het een litotes kunnen noemen. Hè, het is een ontkenning van het tegengestelde. Een soort dubbele ontkenning, als het ware. En bovendien noteert hij hier dus divinae originis, bijvoegnaamwoord, zelfstandnaamwoord. Divinitatisque creditae, zelfstandnaamwoord, bijvoegnaamwoord. Er zit er wel wat tussen, dus het maakt het iets minder zuiver, maar het is een soort van chiasme. A, B, B, A, staat daar. Dus het is chiastisch neergezet, dat is wel leuk. En bovendien speelt hij met woorden, want divina en divinitatis zijn van dezelfde wortel gemaakt, hè, dezelfde stam als het ware gemaakt. En fidei en creditae is niet van dezelfde stam, maar het betekent wel ongeveer hetzelfde. Het is het geloof en dit is geloofd of vermeend of iets dergelijks. Dus er is een woordenspelletje gaande. Het is een heel ingewikkeld, maar heel rijke zin wat betreft stijldingen. Nou, ik heb daar een heel ent over volgeklet, maar dat moest wel, want het is nogal ingewikkeld. En dan wordt dat nihil wordt verduidelijk met drie zinnetjes. Niets was in strijd met, nou wat dan niet allemaal? Nou, niet zijn animus in regno recuperando, dus niet zijn ja, geest, hier bedoelt geestdrift, oftewel energie of moed of zo, een soort van metonymische betekenis. In, en dan een gerundivum constructie, in letterlijk de terug te verkrijgen voor of overgeërfde heerschappij, of koninkrijk, in het terug te verkrijgen overgeërfde koninkrijk, wordt bedoeld in het terugveroveren of terugverkrijgen van het overgeërfde koninkrijk. Dat is een dominant gebruikt gerundivum. Dan heb je hier een asyndeton, kommaatje. Dan weer non, dus je krijgt een anafoor, non, non. En dan hier trouwens nog een keertje, asyndeton en nog een anafoor. Hè. Niet, wat was nog meer niet in strijd met die goddelijkheid? Niet zijn concilium condendo urbis. En zijn plan, zijn voornemen, zijn beleid, letterlijk van de te stichten stad, oftewel van het stichten van de stad, of zijn beleid of zijn plannen om een stad te stichten, ook weer hier, een dominant gebruikt gerundivum bij urbis. Concilium heeft altijd de genitives bij zich, hè, vandaar deze genitives vormen. En wat nog meer niet? Nou, non, ja, wat miste dan? Dan miste weer concilium, niet zijn plan, en weer urbis, moet je weer herhalen, en niet zijn plan om de urbis te firmandai, te firmaren, dat is dus te verstevigen, te versterken, ook weer een dominant gerundivum, letterlijk niet het plan van de te verstevigen stad, nee, oftewel van het verstevigen van de stad, oftewel een plan om de stad te verstevigen, te versterken, bello ac pace, ablativus, in oorlog, als mede in, ac is net iets sterker dan et, als mede in, niet gewoon en, maar als mede in, in is dan paken, vanwege de ablatieve spaken, als in vrede. En staat te versterken als in oorlog en in
vrede. Goed, asynodon heb ik genoemd, anafoor heb ik genoemd. Ja, dan heb ik eigenlijk alles daar zo'n beetje over gezegd, geloof ik. Oh nee, nog één ding. Sorry, hier. Het is een beetje chiastisch weer opgeschreven, let maar op. Recuperando en condendai zijn gerundiva. En die congrueren met regno en urbis. Dus dat is eigenlijk A, B, B, A. Nu is het wel een beetje moi, want het is natuurlijk een andere naamval en zit hier een woordje tussen en zijn woord, maar het is chiastisch-achtig neergezet. En dat is dan weer leuk. Goed, dank voor jullie geduld, want dit was wel de moeite waard om even wat langer over te praten. Volgende keer verder over wat er daarna gebeurde en over zijn verstandhouding met de rest van het volk. Tot dan. Dag!